Als we nou hier dan toch zitten, we hadden net een interessante vraag. Dus ik zeg, hé, dat is wel een leuke. Ja. Of niet alleen leuk, maar ook wel heel belangrijk, denk ik, dat mensen visie krijgen over wat houdt ademhaling in. Ja. Jij had net een goede opmerking daarover. Ja, kijk, er zijn zoveel verschillende technieken en iedereen zegt dat zijn techniek het beste is. Nou, mijn achtergrond is dat ik ze allemaal een beetje bestudeerd heb en leer begrijpen waarom wat goed is om te doen, maar vooral ook wat zit daar allemaal achter, in het brein en al dat soort dergelijke dingen. En eigenlijk kan je de ademhalingswereld een beetje verdelen in twee verschillende categorieën. Eén, je hebt die hyperventilatietechnieken. En dus dan heb je het over Wim Hof, je hebt het over verbonden ademhaling, de holotropic, dat is misschien wel de meest heftige. En dat is heel erg gericht op een ervaring creëren. Dat kan ofwel door dat je bepaalde trauma's uit het verleden daardoor released. Dat is een hele mooie techniek daarvoor. Dus daarvoor kan je hem heel mooi inzetten. Of om een supermooi ervaring op dat moment te creëren, die echt ook wel veranderend kan zijn voor in je leven. Maar het is geen verandering voor het dagelijks functioneren. Mits je het trauma released, want dan kan er wel weer rust ontstaan. Dus dat is dan even een mits. En de andere kant is dus juist, we hebben de hyperventilatietechnieken en we hebben het normaliseren van de ademhaling. En dat is juist kleiner ademen, minder veel, altijd door de neus in, door de neus uit. Dus dat kom je echt op de Buteyko-methode eigenlijk voornamelijk uit. Er is niet echt een hele andere techniek die ik ken die dan op dat spectrum zit. En dat heeft alles te maken met je dagelijkse ademhaling, zodat je zorgt dat die voor je werkt. Dus dat zijn twee verschillende werelden eigenlijk, hoe ik hem onderverdeel. Ja, ik vind dat echt wel hele mooie. En als je nou kijkt naar iemand is onrustig, wat zou je dan zo'n persoon mee willen geven? Ik denk eerst een aantal techniekjes om de ademhaling te kalmeren. Even afhankelijk van hoe die persoon op dat moment al ademt. Dus ik doe altijd natuurlijk één op één met mensen werken. Dus dan weet je al wat meer wat de achtergrond is. Maar in eerste instantie de ademhaling verminderen. Dat kan als ze het heel moeilijk vinden om te focussen op de ademhaling. Door bijvoorbeeld je vinger onder je neus te leggen. En dan heel rustig voelen hoe de lucht langs je vinger in en uit gaat. Want daarmee verleg je ook de focus van de ademhaling naar een gevoel van je vinger. Waardoor mensen niet automatisch alsnog in een hyperventilatie komen. Dus die werkt eigenlijk voor iedereen perfect. Ook bijvoorbeeld als je in een paniekaanval zit. Zou je hem kunnen uitleggen alsof ik er niks van weet? Ja, dus nu? Eigenlijk wat je doet, je komt een beetje rechtop zitten. Je ontspant je lichaam, dat is nummer één. Ik doe mee. Vervolgens doe je je middelvinger, leg je onder je neus. Je wijsvinger, denk ik. Of ja, sorry, ja, anders wordt het een beetje gek. Dus je wijsvinger, heel goed, die leg je zo onder je neus. Ja. Ja, dat doe je netjes. En dan heel rustig laat je de lucht langs je vinger in en uit gaan. Dus zorg ervoor dat je dat ook kan voelen. Ja. En dus doe hem niet helemaal tegenaan, want dan kan je niet meer ademen. En dan ga je eigenlijk steeds langzamer die lucht langs je vinger laten glijden. Ja, dat helpt. Je wordt er ook wat rustiger van. Je wordt er gelijk rustiger van. Ja, top. Ja, dus dat is een hele fijne techniek. Vind ik echt. Want je hebt namelijk ook een techniek waarbij ze dan zeggen, als je dan heel je gejaagd voelt, doe dat. Nou, die zucht, die kan even helpen. Maar het probleem is, je maakt de hyperventilatie alleen maar erger. Want het is een grote hap lucht. Zorg ervoor dat je meer CO2 verliest, waardoor het daarna eigenlijk alleen nog maar slechter wordt. Dus het is een soort, ik ben vermoeid, neem snel suiker. Je voelt je even een hyper, maar daarna ben je nog vermoeider. Nou, dat is echt die techniek. Wanneer zet je die wel in? Want ik ben niet van, het is slecht, dus je moet hem nooit gebruiken. Je zet hem wel in als jij die ene penalty moet gaan nemen om die finale te winnen. Ja, precies. Dat ene moment. Ja. Of je staat voor een grote presentatie, even kalmte creëren bij jezelf, geforceerd. Ja. Dan kan je die even perfect gebruiken. Ja. En dan daarna ga je met die rust ga je er aan de gang. Top. Nou, hartstikke mooi. Bedankt.